Ik overdrijf niet als ik zeg dat het was een feest om te schrijven. En iedereen kan zelf bepalen of het net zo'n feest is om te lezen. Het Boekenweekgeschenk ligt namelijk weer in de winkel. Woensdag begon de 75e Boekenweek die als thema jong zijn heeft. Schrijver van het Boekenweekgeschenk, Joost Zwageman, signeerde op de eerste dag in Selectus Kooiker in Leiden. In Duel is de hoofdfiguur een museumdirecteur, wiens museum op een gegeven moment sluit. En als een soort PR-stunt besluit hij te gaan wonen in dat lege museum. Dan komt er een laatste tentoonstelling en als gevolg van die tentoonstelling raakt een van de meest kostbare schilderijen uit het museum ontvreemd. Dat blijkt. Is het diefstal, is het een vorm van kunst, wat het ook is, er wordt een schilderij vermist van 30 miljoen euro. En dan komt de museumdirecteur in de problemen. Hij wil het liefste aangifte doen bij de politie, maar dat brengt hem weer in gewetensnood, want diep van binnen heeft hij toch wel enige sympathie voor degene die de schilderij heeft verduisterd. Dat is heel in het kort. En waarom heeft u ervoor gekozen om als onderwerp kunst te pakken? Nou, het onderwerp is misschien wel kunst, maar onder die laag, onder die onderwerplaag van kunst, gaat het toch wel weer over andere dingen. Gaat het over macht? Gaat het over wat? Hè? Het jong zijn is het thema van de literatuur. Nou, deze hoofdfiguur is 41 en die is heel jong museumdirecteur. Maar tegelijkertijd zit hij helemaal ingekapseld in zijn functie. En het gaat dus over macht ook een beetje en over eigenlijk een heel romantisch verhaal over iemand die zelf niet beseft dat hij verliefd is op de kunstenares over wie het gaat. En dat laatste, dat vind ik niet zoveel terug in de stukken die over het boek geschreven zijn, maar het gaat er wel degelijk over. Dus het decor is kunst, maar uiteindelijk gaat het over dat verhaal tussen die ene man en die ene vrouw. Zwageman debuteerde in 1986 met de roman De Houtgreep. Vele gedichtenbundels, essays en andere verhalen volgden. Duel is Zwagemans eerste roman in 7 jaar, maar waarschijnlijk ook niet zijn laatste. Ik heb nog heel veel plannen. Ik heb nog ontzettend veel plannen. Alleen, ja, waar had ik de tijd vandaan om al die plannen te verwezenlijken? Mijn bedoeling is om nog een grote rij boeken te schrijven. Maar non-fictie daarom? Alles. Ik heb ideeën voor een paar non-fictieboeken, voor romans, voor gedichten, korte verhalen. Ik zou bijna willen zeggen, ik ben nu 50 jaar aan het schrijven. Ik wil er nog 25 bij. Kan ik nog een boek of 30 schrijven? Ik heb heel veel recensies gelezen, heel veel lovende recensies. En daaraan wordt vaak ook gezegd van, nou, na 7 jaar is die eindelijk weer terug. Ja, maar, geweldig, hè? Ik lijk Marco van Basten wel. Ja, hoe ziet u dat zelf eigenlijk? Want nou, je bent toch helemaal niet weg geweest? Ik ben helemaal niet weg geweest. Alleen, ik heb toevallig geen roman geschreven. Dat is het verschil. En het rare is dat het voor een heleboel lezers heel belangrijk is. Maar ik heb ook een keer 8 jaar geen poëzie gepubliceerd. Nou, daar hoor je helemaal niemand over. Maar de dingen gaan zoals ze gaan. Ik ben niet een soort fabriek die zegt van, nu na 2 jaar weer een roman en nog een keer een roman. Soms dan valt er een gat wat betreft de poëzie en soms wat betreft de romankunst. Maar ik zelf ben gewoon altijd aan het werk gebleven. Ik doe wat mijn hart mij ingeeft. En als mijn hart mij ingeeft dat ik poëzie moet schrijven voor een bepaald onderwerp, dan is dat het genre. Succes deze drukke week. Dank u wel. Het Boekenweekgeschenk is gratis bij aankoop van €12,50 aan boeken. Er gaan komende weken nog genoeg handtekeningen gezet worden door Zwageman. Hij signeert in meerdere winkels van Selectus. Te vinden in de online agenda op selectus.nl.